Binnen Veiligheidsregio Twente werken we samen aan het bestrijden en voorkomen van rampen en crisis. De manier waarop we dat doen verandert steeds. We bedenken voortdurend nieuwe dingen die ons werk beter maken. De Veiligheidsregio bestaat nu enige jaren en in die tijd is de organisatie veranderd. Waar staan we nu? Wat doen we goed? Wat kan er beter? Een manier om erachter te komen wat goed gaat en beter kan, is visitatie. Visitatie is een manier om samen met en van elkaar te leren. Landelijk zijn drie thema's bepaald voor visitatie. Maatschappelijke opdracht. Waarom doen we wat we doen? Leiderschap en verandervermogen. Hoe geeft de VRT richting? En hoe inspireert ze medewerkers en externe partners om te leren en te ontwikkelen? Samenwerking. Hoe werken we samen binnen de organisatie en met partners? Visitatie? Wat betekent dat voor mij en welke stappen vinden er plaats? We beginnen met een nulmeting. Deze bestaat uit een bijeenkomst in november 2016 voor mensen met een rol in de crisisorganisatie, maar ook voor veiligheidsdirectie, OR, adviseurs, specialisten en teamleiders. Hier willen we graag jouw ervaringen en mening horen over de multidisciplinaire organisatie. Samen gaan we op een actieve manier in gesprek om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Begin 2017 is er een bijeenkomst voor externe organisaties waarmee de VRT veel samenwerkt. De uitkomst van deze bijeenkomsten gebruiken we voor stap 2. In stap 2 brengen we de multidisciplinaire organisatie in beeld door een feitelijke beschrijving van de organisatie en een zelfevaluatie. We gebruiken hiervoor de nulmeting. Dit gebeurt eind 2017. In mei 2018 volgt het visitatiebezoek. We krijgen 2 dagen bezoek van de visitatiecommissie. De commissie bestaat uit mensen van andere veiligheidsregio's op strategisch niveau. Zij bestuderen onze organisatiebeschrijving en zelfevaluatie. Daarnaast worden er gesprekken met medewerkers, ondernemingsraad, management, ketenpartners, veiligheidsdirectie en bestuur gevoerd om een indruk te krijgen van onze multidisciplinaire organisatie. Na het visitatiebezoek volgt een rapportage. De visitatie geeft ons aandachtspunten die we verder kunnen ontwikkelen. Maar het laat ook zien wat we al goed doen en wat de zogenaamde Twentse pareltjes zijn. We blijven de visitatie gebruiken om te leren, reflecteren en ontwikkelen. De visitatie vindt 1 keer in de 5 jaar plaats.